Start. Goedemiddag allemaal, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. In naam van de Nationale Bank van België heet ik u van harte welkom bij dit webinar. Je vous souhaite bienvenue à ce webinaire de la Banque Nationale. On va partager les projections d'automne 2022 de la Banque. We gaan zo dadelijk met jullie de najaarsramingen van de Nationale Bank 2022 delen. We hebben die net voorgesteld aan de pers en we geven nu zo dadelijk de primeur aan u. U kan ook alles op onze website nog eens terugzien, de presentatie onder meer, ook een artikel dat we hierover hebben geschreven en er is ook een video op de website gezet die alles nog eens samenvat. Vous pouvez suivre la présentation ici avec nous, mais également sur le site de la BNB, bnb.be. Vous allez trouver là les projections même, les articles et quelques capsules vidéo qu'on a produit autour de ces projections d'automne. De presentaties zullen gebeuren door enerzijds de vice-gouverneur Steven van Akkeren, die de inleiding zal doen en ook de conclusies zal trekken. En een deel van het verhaal zal ook gebracht worden door Geert Langenus van de studiedienst. Geert Langenus die verantwoordelijk is binnen de studiedienst voor het maken van de najaarsramingen. Les présentations seront faites par le vice-gouverneur Steven van Akkeren, qui fait l'introduction et qui tire les conclusions à la fin. Et une autre partie sera présentée par Geert Langenus. Geert Langenus, économiste au sein de notre département des études, et c'est lui qui est responsable pour produire les projections d'automne. Indien jullie vragen hebben tijdens dit seminarie, dan vraag ik dat jullie die vragen op de chatfunctie gaan zetten. We gaan die daar lezen en we gaan die dan na afloop van de presentatie voorleggen aan vice-gouverneur van Akkeren en aan Geert Langenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser notre formule chat. On suit ce chat et après les présentations, on va partager vos questions avec le vice-gouverneur Steven van Akkeren et avec Geert Langenus. Voilà, on est prêt. Je passe la parole au vice-gouverneur. Ik geef graag het woord aan vice-gouverneur Steven van Akkeren. Bonjour tout le monde. Très heureux de pouvoir faire la présentation de ces projections d'automne ensemble avec Geert. Ik herinner toch nog even het publiek eraan dat deze projecties niet soeverein alleen maar door de Nationale Bank zelf worden opgevat en georganiseerd. Dat is, het zijn ramingen die in het kader van het eurosysteem worden opgesteld samen met alle centrale banken van het eurosysteem. En dat verklaart meteen ook al waarom wij als Belgische Nationale Bank bij alles wat hier zal verteld worden, uiteraard voor het overige in grote loyaliteit, toch even willen melden dat er bijzonder veel onzekerheid gepaard gaat met datgene wat we hier vertellen. Herinner u misschien 6 maanden geleden bij onze vorige halfjaarlijkse ramingen, toen hebben wij zelfs een vraagteken durven zetten bij sommige cijfers, meer in het bijzonder deze die met de inflatie te maken hadden. En dat vraagteken is uiteindelijk bewaarheid geworden, want we hebben vastgesteld dat de Europese Centrale Bank later die cijfers gevoelig heeft moeten optrekken à la hausse. Ook vandaag zult u geconfronteerd worden dus met datgene wat, laten we zeggen, het eurosysteem in samenwerking met de Nationale Bank voor cijfers naar voren wil schuiven. Maar we hebben deze keer ook een zogenaamde sensitiviteitsanalyse toegevoegd. Opnieuw sterk in verband met de inflatieverwachtingen. Een sensitiviteitsanalyse die een ingewikkeld woord is voor een soort wat-als scenario. Omdat we toch blijven insisteren op het feit dat datgene wat hier verteld wordt, omgeven is toch met een aantal onzekerheden en risico's. De l'autre côté, vous avez bien compris que les hésitations ou les réserves ont surtout trait aux projections concernant l'inflation. De l'autre côté, nous avons une vue assez optimiste concernant l'aspect croissance, optimiste dans le sens que nous croyons qu'un certain nombre de visions trop pessimistes doivent être nuancées et que pour la suite, mais j'y reviendrai, il y a quand même un certain nombre de conclusions à tirer au niveau des besoins de réforme de l'économie belge et de la situation, des menaces avec lesquelles nous nous sommes confrontés et qui valent la peine d'être répétées.
Ik ga zonder te veel uitstel meteen het eerste stuk van de toelichting doen door eens even te kijken naar de internationale situatie. De internationale situatie die natuurlijk voor een land zoals België met een bijzonder open economie eigenlijk een van de grondslagen is om te weten waar wij zelf naartoe gaan. En de beste manier om samen te vatten wat we in termen van internationale omgeving verwachten, dat is dat er een duidelijke vertraging aan de gang is, maar dat die vertraging in ons aanvoelen een tijdelijke aard heeft. En dat die wijst op de kenmerken van wat je dan een soort korte terugval zou kunnen noemen, met wat positievere kijk op de jaren vanaf 24 en 25, en waarbij dat het herstel van de jaarcijfers vrij snel zich gaat manifesteren. U ziet wat ik u vertel hier in grafieken toegepast. De PMI, dat is eigenlijk een subjectieve indicator, omdat het gebaseerd is op de antwoorden van de zogenaamde purchase managers van de grote bedrijven, hun inschatting van de situatie. En u ziet links in beeld met de twee grafieken die kijken naar die fameuze PMI, dus eigenlijk een beetje de stemming van die aankoopmanagers, dat die rond de 50 punten slingert. De 50 is eigenlijk een beetje de fatidieke drempel waar als je eronder komt, dan moet je eigenlijk ervan uitgaan dat we eerder in een soort retractiemodel zitten. Als hij erboven zit, dan mogen we hopen op een zekere groei. Je ziet dus een daling van die PMI, met andere woorden, sinds de piek van 2021 toch wel een verslechtering van de internationale markten. Diegenen die wat optimistisch aangelegd zijn, die zullen zien in de allerlaatste maanden dat daar een schijn van herstel aan de gang is, maar de pijl is toch nog altijd naar beneden gericht. Je ziet dat ook bij de uitvoerorders. On le voit aussi quand on regarde un peu dans la direction des commandes à l'exportation. Là aussi, il semble que la flèche descendante retrouve peut-être un peu plus de force ces derniers mois et pourrait regrimper dans le sens du point de 50. Mais vous avez donc vu à gauche qu'il y a quand même un certain ralentissement dans l'économie internationale. Et cela se traduit, et là vous allez devoir regarder à droite, cela se traduit en deux éléments qui ne sont pas nécessairement tous négatifs. D'un côté, les bottlenecks qui ont été associés avec la crise et avec bien sûr aussi la situation géopolitique, donc les bottlenecks qui se sont accumulés, ce qui se traduit dans le graphique à droite en haut par la ligne en bleu et qui descend jusqu'à un niveau de 20 qui est spectaculairement bas avec des problèmes de bottleneck, eh bien vous constatez que depuis quelque temps, et courant 2022, ces bottlenecks semblent se résoudre. C'est bien sûr la combinaison de deux choses. Si la demande est en train de ralentir, il y a moins de difficultés pour pouvoir répondre à cette demande qui est un peu moins forte. Met andere woorden, een lagere internationale handelssituatie, dat is misschien niet zo positief voor de groei, maar het helpt misschien wel om die problemen van de aanvoerketens een beetje op te lossen. En er zijn natuurlijk ook een aantal gewoon feitelijke elementen van herstel van die aanvoerketens. Ook hier zullen de meest voorzichtige luisteraars beseffen dat het herstel van de aanvoerketens net zo goed vrij snel veranderen kan. Stel dat bijvoorbeeld China op zeker ogenblik keuzes maakt in termen van het opheffen van bepaalde restricties, dan kan dat zowel langs de kant van de aanvoer een positief effect hebben, maar het kan ook aan de kant van de vraag een bijzonder belangrijke Chinese druk op de vraag leggen en daardoor desgevallend opnieuw aanleiding geven tot spanningen op die aanvoerketens. Alles wat ik u tot nu toe heb verteld, namelijk een vertraging van de internationale economie, het enigszins herstellen van de aanvoerketens, heeft voor een deel de druk op de invoerprijzen doen dalen. U ziet dat rechts onderaan op deze grafiek. Maar u ziet ook dat die druk op de invoerprijzen toch nog altijd historisch vrij hoog is. De 50-lijn die wordt flink overschreden. En je ziet dus inderdaad dat we toch nog altijd geconfronteerd zijn
volgens nog altijd die purchase managers met invoerprijzen, inputprijzen die relatief hoog zijn. We gaan over naar de volgende slide. En dan zitten we eigenlijk nog altijd in het sentiment. Hè? Dus wat we hier tonen zijn twee indicatoren van hoe de economische actoren naar de economie kijken voor het geheel hier van het eurogebied. En wat zie je in de donkerblauwe lijn? De donkerblauwe lijn is de ESI, de Economic Sentiment Indicator. Dat is eigenlijk een beetje de combinatie van wat de gezinnen en de bedrijfsleiders als opinie naar voren schuiven, hun optimisme of hun pessimisme. U ziet daar die enorme daling uiteraard tijdens de crisis, de COVID-crisis. Dat is trouwens, dat was gecombineerd met economische cijfers, groeicijfers die inderdaad na oorlogs gesproken ongezien waren. En u ziet dat na het herstel in het jaar 21 die donkerblauwe lijn ook opnieuw onder de 100 duikt, dus onder het langjarig gemiddelde duikt, met misschien ook weer hier voor de optimisten een klein herstelletje in het begin van de laatste 2 maanden, laat het ons zo zeggen. Ce qui doit aussi vous frapper, c'est que l'autre ligne bleue, en bleu clair, qui essaye de reprendre un peu le sentiment concernant le marché du travail, que celui-là, bon, traditionnellement, il suit assez bien l'autre courbe de l'ESI, vous le voyez, hein, historiquement, ces deux lignes ne s'échappent pas trop, mais vous voyez maintenant un décalage qui est encore assez important, avec un optimisme concernant le marché du travail qui n'est pas proportionnel à la diminution de la confiance qui est affichée par les chefs d'entreprise et par les ménages quand il s'agit de l'ensemble de la situation économique. Ceci nous met quand même devant un certain puzzle qui est, en tout cas démarque cette crise-ci de ceux dans le passé, c'est-à-dire nous sommes confrontés à des chiffres d'une économie ralentissant, mais en même temps avec un marché du travail qui se présente encore assez de façon assez robuste. Er zijn nog altijd kraptes op de arbeidsmarkt. De werkloosheid is eigenlijk ook in het eurogebied niet bijzonder aan het toenemen. En je stelt dus eigenlijk vast dat we geconfronteerd zijn met een relatief krappe arbeidsmarkt. Wat natuurlijk ook in het licht van wat we dan later zullen vertellen over mogelijke inflatoire spanningen niet zonder belang is. Het is belangrijk om daar toch even op te wijzen. Ik stel voor dat we naar de volgende slide gaan. Ik heb er eigenlijk nog twee toe te lichten voor ik aan Geert Langenus het woord ga geven. Die twee slides die geven u eigenlijk een zicht op de prognoses van de internationale instellingen voor het geheel van de economische groei in de jaren die komen. En ik ga ook niet te veel ingaan op individuele landen. Je ziet daar uiteraard Rusland, het gevolg van de sancties. Je ziet ook het bijzonder speciale geval van het Verenigd Koninkrijk. Een daling met min 11 in het jaar 20, maar ook voor de komende jaren in 23 en 24 een negatief cijfer in 23 en een toch wel heel laag cijfer in 24. Ik ga niet op ingaan op al die situaties. U kunt zich ongeveer wel indenken wat bij de respectievelijke landen, of het nu over sancties of over beslissingen van de voormalige regering Truss gaat, dat landen uiteraard ook nog altijd hun eigen parcours rijden. Maar in het beeld dat vooral naar voren komt, dat is een situatie waarbij je vaststelt dat het jaar 23 een soort van dieptepunt geeft in de groeiverwachtingen, wat eigenlijk een klein beetje bedrieglijk is. In werkelijkheid is 23 al een beetje het jaar van het herstel. Veel heeft te maken met het feit dat het jaar 22, zeker in de eerste jaarhelft, een vrij sterke groei te kennen gaf. Daarna een vertraging gaf, waardoor eigenlijk, wanneer je de jaarcijfers bekijkt, het gemiddelde toch nog op een fors niveau bleef. En het lijkt alsof 23 nog met een verdere daling geconfronteerd is, terwijl het eigenlijk al het eerste jaar van het herstel is na de inzinking die er in de tweede helft van 2022 werd getoond. En u ziet aan de rechtse kant
Hoe zich dat ook vertaalt op een beetje dezelfde manier, maar met dezelfde nuance als degene die ik wilde vertellen wanneer het over de groei ging. Wat er precies gebeurt met de uitvoermarkten voor België. Dus het is duidelijk dat voor onze prestaties het van levensbelang is om te weten hoe gedragen de buurlanden en de landen waar wij naar exporteren, hoe gedragen die zich in termen van kansen voor onze bedrijven om naar een afzetmarkt te vinden. En je ziet dus ook hier een daling in 23, of tenminste een lager niveau in het jaar 23. Maar nogmaals, dat is eigenlijk een beetje verraderlijk. Het is eigenlijk al het eerste jaar van het herstel. En het beeld dat u toch vooral moet bijblijven, is dat alles tezamen, 23, 24 en 25, nog eens bovenop de nuance die ik daarnet bracht, eigenlijk toch nog een relatief stevige groei te kennen geeft. En in elk geval zorgt voor een groei die wat ons betreft hoger is dan de potentiële groei en die dus met andere woorden wijst op een herstel. In de laatste slide die ik ga toelichten voor ik aan Geert het woord geef, wordt er ingegaan op de ramingen binnen het eurosysteem. Quand on regarde ce qui a été publié d'ailleurs jeudi passé, vous voyez un peu ce que cela représente en termes de taux de croissance qui en effet en 2024 et 2025 sont pour l'eurozone au-dessus de la croissance potentielle. Je ne vais pas nier que d'aucuns trouvent que cette vision des choses peut sembler un peu trop optimiste et qu'il y a aussi des risques que la croissance en 2024 et 2025 serait moins importante. Tout cela, bien sûr, dépend d'un certain nombre d'hypothèses en ce qui concerne le soutien des gouvernements, en ce qui concerne la situation géopolitique, en ce qui concerne les prix de l'énergie. Il faut reconnaître que toutes ces prévisions sont entourées de beaucoup de points d'interrogation, mais le consensus, en tout cas, pour avancer un base scénario, sont plutôt de nature à nous rendre un peu plus optimistes concernant l'an 2024 et 2025, avec comme conclusion que ce que nous vivons aujourd'hui, avec une estimation que peut-être le dernier trimestre de cette année le dernier trimestre de cette année et le premier semestre de et le premier trimestre de l'année prochaine pourraient afficher une croissance négative, que tout cela ne se limite seulement à ce qu'on appelle en anglais a shallow and short-lived recession, une courte récession qui n'est pas si ingrijpende, parce que le verschil tussen min 0,2 et plus 0,1 est uiteindelijk niet veel groter dan het verschil tussen 2 et 2,3. En dus met andere woorden, het vertrouwen lijkt toch op niveau van de groei er één te zijn waarbij we uitgaan van een relatief korte periode van mindere groei. Anders is het misschien wat betreft de inflatie. En daar gaan we in de rest van de toelichting toch waarschijnlijk nog eventjes moeten op terugkomen. We zitten met de vaststelling dat we in de eurozone langzaam maar zeker aan het kantelen zijn van een inflatie die sterk aangestuurd is vanuit de buitenwereld, namelijk de energieschok die grotendeels extern is, die ons met andere woorden overvallen heeft. We zijn aan het kantelen van zo'n situatie naar een situatie waarbij de inflatie meer en meer intern wordt en met andere woorden ook niet zo eenvoudig om te keren in 1, 2, 3 als we niet opletten. Dat heeft te maken met het feit dat de onderliggende inflatie, wat men core noemt, degene namelijk die niet te maken heeft met energie en ook met voeding, die ook een relatief volatiele elementen kan hebben, dus die basisinflatie, dat die toch vrij hoog blijft, 3,9 in 2022, 4,2 in 2023, om dan langzaam te dalen naar 2,8, 2,4, maar dus als een core inflatie zelfs nog boven de target is, is het duidelijk dat het niet kan volstaan met alleen maar vast te stellen dat de energieprijzen naar beneden gaan, om vertrouwen te hebben dat die inflatie snel genoeg naar het niveau, het gewenste niveau van 2% gaat. En u heeft ook allemaal gezien dat de Europese Centrale Bank vorige week stellig heeft gezegd dat met dit soort van ramingen het niet de bedoeling kan zijn om te wachten tot 2025
om de doelstelling van de 2% te willen halen. Dat kan niet de target zijn. En dat met andere woorden er toch nog nieuwe verhogingen van de rentevoet zullen nodig zijn na de 50 basispunten die er vorige week zijn beslist geworden. Ik stel voor dat we nu overstappen naar de situatie voor wat België betreft en daarvoor ga ik het woord geven aan Geert Langenes. Dankjewel, Steven. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous présenter le volet belge des projections comme d'habitude. Ik begin misschien met een kleine dienstmededeling. Men vraagt mij om een herinnering te brengen dat als jullie vragen hebben, dat jullie die ook al tijdens de presentatie via de chat kunnen doorgeven. Wij zien die niet onmiddellijk, maar andere mensen wel en die zullen ze ons doorspelen. Voilà, de Belgische economie. Dus je ziet daar eigenlijk al de headlines. We verwachten geen heel lange of heel diepe recessie. Eigenlijk verwachten we zelfs geen technische recessie. En de inflatie zou na de daling die we eigenlijk al hebben gehad in november verder afnemen, geleidelijk tot niveaus die dichter bij de doelstelling zitten. Ik bevestig wat de vicegouverneur daarnet zei, dat onzekerheid rond die ramingen is bijzonder groot. En u zal zien dat we voor inflatie echt het onderste uit de kan hebben proberen halen en proberen kijken van wat kan er eventueel mislopen, zowel op korte termijn als op lange termijn. Ik begin in de volgende slide dan inderdaad met de korte termijn en met de vertrouwensindicatoren. Je hebt daarnet de Europese varianten gezien, ISA, PMI enzovoort. Op de linkergrafiek ziet u het consumentenvertrouwen, de blauwe lijn en de gele of de bruine lijn, het producentenvertrouwen, het vertrouwen van de ondernemers. Als je bepaalde commentatoren hoort of in de media dingen leest, dan heb je de indruk dat we echt in een heel zware crisis zijn beland. En als je kijkt naar wat de consumenten daarover denken, dan spreekt die grote onzekerheid eigenlijk ook uit het consumentenvertrouwen. We hebben daar wel een kleine heropleving gehad sinds september, maar het niveau, of sinds oktober om precies te zijn, maar het niveau dat we in september hebben gehaald was eigenlijk vergelijkbaar met het peil in de donkerste dagen van de coronacrisis, in maart, april 2020, toen de economie inderdaad een nooit geziene, in de nauwelijksperiode toch, nooit geziene krimp liet optekenen. Dus die indicator schijnt te suggereren van hier is iets heel ernstigs aan de hand. U ziet dat het al iets minder pessimistisch is bij de ondernemers, al stel je ook daar vast dat vrij lang robuust is gebleven, maar nu toch al een tijdje onder het langjarig gemiddelde zit en daling na daling optekent. Maar naar ons aanvoelen komt dat niet helemaal overeen met de concrete gegevens die we toch al deels hebben. Ik heb er twee op de rechtergrafiek gezet. Dat is de industriële productie aan de ene kant en de verkopen van de handelaar, dus de kleine handelsverkopen aan de andere kant. En het beeld dat je, er is wat volatiliteit van maand tot maand, maar het beeld dat je krijgt als je naar dat soort indicatoren kijkt, is eerder van een conjuncturele vertraging en geen zware economische crisis. En dat wordt eigenlijk nog duidelijker als we de al beschikbare kwartaalgegevens voor het BBP, die we nu voor drie kwartalen hebben, statistieken voor drie kwartalen van BBP-groei, als je die vergelijkt met de vertrouwensindicatoren. Dus dat zijn de blokjes die daar op de linkergrafiek staan. En in de eerste jaarhelft van 2022, van dit jaar, was de economie eigenlijk nog bijzonder sterk aan het groeien. In de tweede en vanaf het derde kwartaal ging de snelheid duidelijk naar beneden, zoals u ziet op de slide. Maar ook daar hebben we nog altijd een positieve groei opgetekend. En dat is een beetje opvallend, toch? Omdat de dieptepunt van het consumentenvertrouwen in dit specifieke geval overeenkomt met een nog kleine positieve groei van de economie. Terwijl dat bijvoorbeeld in april 2020, toen men ongeveer op hetzelfde niveau zat, dat het overeenkomt met een bijzonder zware krimp van de economie. Dus dit alles maar om te zeggen dat je een beetje moet opletten met de interpretatie van die alarmerende signalen die je krijgt als je naar bepaalde vertrouwensindicatoren kijkt. En zoals de vicegouverneur daarnet heeft gezegd, veel van die vertrouwensindicatoren
lijken het dieptepunt gepasseerd te zijn. Hè. Dus met een beetje goede wil kan je zeggen dat zowel de PMI, de ESG-indicator, maar hier dus ook het consumentenvertrouwen, dat die aan het herstellen, of tenminste aan de herstelfase begonnen zijn. Donc, les slides suivants nous montrent, vous montrent pardon, nos projections plus en détail. Et je vais m'attarder quelques secondes sur le point de départ du trimestre 3 en 2022. Donc, au début, on avait les premiers. D'abord, peut-être avec, pour commencer avec notre estimation. Donc, nous, on pensait que la croissance serait négative. Ce n'est pas sur le slide, mais on avait une estimation, un now cost de moins 0,2, entre 0 et moins 0,2, disons. Et les premiers chiffres de l'ICN, donc de l'Institut des comptes nationaux, étaient plus ou moins en ligne avec notre appréciation, étaient donc moins 0,1, vous le voyez là sur le slide. Mais plus tard, ça a été augmenté, révisé à la hausse, à plus 0,2 de croissance. Et si on regarde ça par mois, je pense que la raison pourquoi ça a été révisé à la hausse, c'est que le mois de septembre, dont on pensait que ça aurait été un mois très, très, très difficile, notamment sur base des informations qu'on a eues via des enquêtes ad hoc, en fait, n'était pas du tout très mauvais. Ce n'était pas brillant non plus, mais les données TVA montrent qu'effectivement, l'économie a bien résisté en septembre. Donc, sur cette base-là, les collègues statisticiens de l'ICN ont revisé à la hausse donc l'estimation pour Q3 à plus 0,2. Or, on prévoit encore une légère décélération en Q4. Vous pouvez lire tous les détails dans le Business Cycle Monitor qu'on a publié il y a une dizaine de jours, je crois. Mais après, l'économie, normalement, devrait se redresser relativement vite, ou en tout cas graduellement, donc avec des croissances positives déjà en Q1 et Q2 de 2023. Les chiffres annuels sont un peu bizarres parce qu'ils sont influencés dans une grande mesure par des effets dits de niveau, donc par en fait ce qui s'est passé l'année précédente. Donc on a eu une croissance relativement grande en 2022 de 3% ou de 3,1% pour être exact. Et puis on a l'impression que 2023, c'est le minimum de croissance, donc 0,2, mais en fait l'économie est déjà en train de rebondir cette année-ci, cette année-là, pardon, et on arriverait à des croissances qui sont légèrement au-dessus de la croissance potentielle, comme pour la zone euro d'ailleurs, en 2024 et 2025. Donc, tout compte fait, si on nous demande est-ce que vous prévoyez une récession pour l'économie belge, la réponse est non, si c'est une récession technique, parce que pour ça, il faut deux trimestres de croissance négative et on a à peine un trimestre de croissance négative. Et avec un peu de chance, je pense que ce n'est pas exclu qu'en fait Q4 serait encore mieux qu'on on croit maintenant et on arriverait peut-être aussi à une croissance positive. Voilà, de belangrijkste aanjager van de conjuncturele bewegingen is zoals wel meer het geval is de gezinsconsumptie. En daar verwachten we toch wel een relatief sterke daling, of vertraging moet ik zeggen. Het gaat naar ongeveer een nulgroei. Dus niet echt een daling, maar een duidelijke vertraging. De consumptie gaat sterk in de remmen. Maar van heel tijdelijke aard, vanaf 2023 begint de consumptie opnieuw aan te trekken. De belangrijkste reden daarvan ziet u rechtsboven, heeft te maken met de koopkracht van de gezinnen. Dus in juni hebben we gezegd dat de koopkracht nog net zou toenemen in 2022. Nu moeten we helaas zeggen dat de koopkracht net onder nul, bij de groei, de koopkrachtgroei net onder nul zakt. De reden daar is dat de prijzen opnieuw meer zijn gestegen dan we dachten. Te beginnen met de energieprijzen natuurlijk en de gasprijzen, zoals u weet. En dat die compensatie via de indexering maar met een zekere vertraging volgt. Dus met andere woorden, een klein verlies aan koopkracht voor de gezinnen in 2022. Maar u ziet dat zij in 2023 een heel grote stijging van hun koopkracht gaan krijgen als de indexeringsmechanismen op volle snelheid komen. Er is onder andere een hele grote groep werknemers, bijna 1 miljoen of 900.000, die op 1 januari een enorm forse loonsverhoging van 11% of meer zullen krijgen
omdat zij maar één keer per jaar voor worden geïndexeerd. Dus daar is de vertraging relatief groot, maar ook zij krijgen dus die indexering. De spaarquote dan, daar valt eigenlijk niks nieuws over te zeggen. Dat evolueert een beetje zoals we dachten al een hele tijd. Dus na de piek van het coronasparen, toen bijna of meer dan 1,05 euro werd gespaard, hadden we altijd gedacht dat die spaarquote zich ging normaliseren. En dat is in twee stapjes gebeurd, ook al omdat corona wat langer heeft geduurd dan we dachten. Eerst in 21 en dan in 22 zouden we op 13% van het beschikbaar inkomen uitkomen. En vanaf, vanaf sorry, 23 en 24 en 25 gaan we iets hoger naar 14%. Die kleine knik of die kleine dip die daarin zit in 2022 heeft met consumption smoothing, zoals men dat in mooi Nederlands noemt, te maken. Men ziet dat er grote schokken zijn in het beschikbaar inkomen. En u ziet dat op de grafiek daarboven. En de gezinnen gaan hun spaargedrag daar een klein beetje aan aanpassen om niet te veel volatiliteit te hebben in hun consumptie. Sorry. Heel concreet, dat betekent dat zij in 2022 iets meer gaan, of iets minder gaan sparen liever. En vanaf 2023 weer iets meer gaan sparen. Dus sparen wordt een klein beetje, het gaat echt om aanpassingen in de marge, gebruikt als een buffer. Ik wil er nog twee dingen, ik sta wat lang stil bij deze slide, maar ik denk dat de issue van koopkracht tamelijk belangrijk is. Ik wil er nog twee bijkomende dingen over zeggen. Als u België vergelijkt met de buurlanden, ik denk met de andere eurolanden in dit geval, maar de vergelijking gaat ook op voor de buurlanden, dan ziet u dat als je de hele periode samenneemt van de ralingen, dus 2022 tot 2025, dat heel duidelijk de koopkracht veel sterker toeneemt in België dan in de buurlanden. En dankzij die inhaalbewegingen in 2023. Als je enkel kijkt naar 2022, dan is het verschil kleiner. Er is eigenlijk bijna geen verschil meer. Terwijl we in juni nog hebben gezegd dat de Belgische gezinnen door de indexering beter beschermd zijn dan de gezinnen in andere eurolanden. En dat klopt natuurlijk. Alleen is het zo dat in heel wat van die andere eurolanden men ondertussen een grote stroom aan maatregelen heeft genomen dat het verschil met de indexering een beetje bijbenen. Dus je ziet dat daar eigenlijk niet zo'n groot verschil, dat doet België dan altijd iets beter, is qua koopkracht verlopen tussen België en de andere landen. Het grote verschil daarentegen is natuurlijk wel dat die extra maatregelen, denk aan vastplafonds en allerlei directe ondersteuning van de gezinnen, dat die natuurlijk gefinancierd worden uit de overheidsbegroting. Terwijl de kost van de indexering in België in heel grote mate gedragen wordt door de onderneming. Dus het is eigenlijk vooral aan de kant van wie betaalt dat voor dit specifieke jaar het verschil zit. Maar algemeen stijgt de koopkracht in België nog altijd over verschillende jaren heen bekeken veel sneller dan in de buurlanden. Sta mij toe om die observatie ook te maken. Dus in 2022 zou er een lichte daling van de koopkracht zijn, volgens de officieel gangbare methodes gemeten. Maar u ziet tegelijkertijd, als u dan naar de grafiek links kijkt, dat op de ene uitschuiver in het eerste kwartaal na, dat de consumptie eigenlijk bijzonder goed stand heeft gehouden. En dat komt ook een beetje overeen met wat ik daarnet heb gezegd, dat bijvoorbeeld de kleinhandelsverkopen, daarin zien we geen instorting bijvoorbeeld. Die dalen wel een beetje, of die vertragen wel een beetje, maar die blijven eigenlijk relatief goed presteren. Een deel van dat fenomeen heeft te maken met een inhaalvraag. De consumptie die je niet hebt kunnen doen, of de dingen die je niet hebt kunnen kopen in 2020 en 2021, ja, die koop je misschien in 2022. Maar corona ligt nu toch al wel een tijdje achter ons. En dat verklaart zeker niet alles. Een andere mogelijke vraag is of de inflatiecijfers eigenlijk wel een goede maatstaf zijn voor de echte stijging van de levensduurte. We hebben daar voor de aficionados een blog op onze website over gepubliceerd die ik jullie zeer aanraad, maar en het is een beetje technisch, maar heel die inflatie nu komt vooral voort uit de gasprijzen.
En ook uit de daaraan gekoppelde elektriciteitsprijzen. Die worden in overeenstemming met de regels van Eurostat in België gemeten op basis van de nieuwe contracten die worden afgesloten. Dus elke maand kijkt men naar de nieuwe, naar de prijs van de nieuwe contracten. Nu, dat is, zoals ik zei, in overeenstemming met wat Eurostat ons vraagt. Al gebeurt dat in andere landen op een andere manier, Duitsland bijvoorbeeld. Maar de vraag is, weerspiegelt dat altijd de echte stijging van de levensduurte? Als ik bijvoorbeeld een contract heb dat nog aan een vast tarief geldt, ja, dan kan de inflatie door die stijging van de gasprijzen wel heel hoog zijn, maar dan voel ik daar op dit moment nog niets van. Misschien wel binnen enkele maanden of volgend jaar, maar op dit moment is mijn effectieve koopkracht eigenlijk groter. En we denken dat dat fenomeen toch ook een beetje speelt, dat misschien die standaardberekeningen van koopkracht waar je deelt door de gemeten inflatie, dat die misschien een beetje te pessimistisch zijn om de eigenlijke koopkracht van de mensen te beschrijven. En sta mij toe om te zeggen dat de macrocijfers daar, dus de vrij goede particuliere consumptie, de kleinhandelsverkopen, die heel goed stand houden, dat die toch aardig aansluiten bij wat we denk ik allemaal zien als we naar buiten gaan. Als we naar buiten gaan, namelijk dat er heel sterk wordt geconsumeerd, eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dus ook daar, denk ik, zijn we voorzichtig geweest voor Q4, het groeicijfer van de particuliere consumptie, en kan misschien beter uitvallen nog dan verwacht. Voilà, je passe alors aux investissements, en commençant par ceux des entreprises. Là, malheureusement, les statistiques récentes dont on dispose ne sont pas vraiment très positives. En fait, on a eu des baisses en Q2 et Q3. On pense que c'est surtout lié à la pression sur la rentabilité des entreprises, l'explosion des coûts, sans doute aussi l'incertitude qui reste quand même aussi de manière géopolitique. Peut-être un peu moins au taux d'intérêt qui monte, même si ça peut aussi constituer un frein pour les investissements. Mais on pense que cet effet-là sera plutôt passager, donc sera plutôt temporaire. Donc à partir de mi-2023, normalement, on devrait voir un redressement des investissements des entreprises. Vous le voyez là aussi à droite, exprimé en pourcentage du PIB. Donc une baisse d'abord, mais suivie par... Geert, jouw micro staat af, plots. Er is iets gebeurd. Iemand was niet akkoord met wat ik zei en heeft mij gemute. Ik weet het niet. Niet ik in elk geval. Dus wat ik aan het zeggen, pardon, ce que j'étais en train de dire, donc, c'est qu'il y aura un rebond des investissements dans la deuxième période de la deuxième moitié, en fait, de la période de projection. Et c'est surtout des investissements en automation et aussi ce qu'on appelle le pruning ici, donc pour réduire la dépendance ou la consommation d'énergie. Pourquoi automation? Parce que pour augmenter la production, les entreprises n'ont parfois pas le choix parce qu'ils ne trouvent pas les gens. Donc, s'ils veulent produire plus, ils doivent parfois investir en automation. Donc, là, on est quand même relativement optimiste pour les perspectives à moyen terme des investissements des entreprises. We zijn iets minder optimistisch, zoals u kan zien, voor de investeringen in woongebouwen, omdat in tegenstelling tot de bedrijfsinvesteringen, daar de rente wel een redelijk bepalende factor is. Dus u weet dat de rente, de lange termijn rente, redelijk fors is gestegen. Uiteraard met de bijsturing van het monetair beleid te maken. Alles lijkt erop te wijzen dat die stijging zeker nog niet ten einde is. En dat drukt wel degelijk op de woninginvesteringen. Twee manieren. De meest directe manier is natuurlijk dat de hypothecaire rente meestijgt, wat dus betekent dat de toegang tot kredieten en tot woonkredieten wat wordt bemoeilijkt. Aan de ene kant, maar aan de andere kant hebben we ook een indirect effect, omdat in het verleden, het recente verleden, we hebben gezien dat er heel veel geld naar de vastgoedmarkt is gekomen op zoek naar een rendement. Dus het ging heel concreet om mensen die niet meer tevreden waren met het rendement op vastrentende effecten en die zich dan maar hebben gestort op woninginvesteringen. Uiteraard, als dat
rendement van vastrentende effecten nu weer stijgt of weer herstelt, zal je veel minder van dat soort portfolioverschuivingen zien. En in tegendeel zullen die portfolioverschuivingen misschien eerder in de andere richting gaan. Dus al bij al veronderstellen we of voorzien we daar een wat langere fase met wat tragere groei, wat dus betekent als je het uitdrukt in termen van bbp, dat het ongeveer gelijk zal blijven en niet meer zal herstellen naar de niveaus die we eerder hebben gezien. Voor alle duidelijkheid, begrijp me niet verkeerd, we voorspellen geen instorting of zo van de markt, we voorspellen ook geen daling van de nominale vastgoedprijzen. Wat we wel zeggen is dat het aanbod een versnelling lager zal schakelen, dus het aanbod in caso hier zijn de woninginvesteringen. Alors le slide suivant, donc on va parler tout de suite de la compétitivité coûts et de la hausse des coûts salariaux. Mais ici, quand on parle des exportations, vous voyez déjà les conséquences de ceci. Donc il y a des pertes quand même importantes au niveau des parts de marché chaque année de la production. Peut-être le chiffre de 2022 est un peu difficile à interpréter parce que ce n'est pas à 100% associé à une détérioration de la compétitivité coût. Il y a aussi le fait qu'on exporte beaucoup moins de vaccins en 2022 qu'en 2021. On a essayé de corriger, mais bon, ça reste un peu approximatif. Donc, je vous invite peut-être à regarder simplement le chiffre pour 2023. Donc là, on a une perte de part de marché de pratiquement 2,5%, 2,4%, ce qui est trois fois la vitesse habituelle. Donc, vous voyez là, le middle, historisch verlies, 0,8. Donc, on est à trois fois cette vitesse-là. Ça s'améliore un peu vers la fin de la période de projection 2024-2025, simplement parce que dans ces années-là, on pense ou on espère que les salaires des principaux partenaires commerciaux vont commencer à augmenter beaucoup plus vite qu'en Belgique. Et on suppose qu'en Belgique, on va suivre le cadre législatif, donc une croissance réelle qui sera zéro. Mais même en 2025, vous voyez que la perte reste plus élevée que les chiffres moyens qu'on a eu sur une longue période. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de valeur ou de richesse qui sera créée via les exportations. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? C'est une perte pour l'économie et je pense qu'on peut exprimer ça comme une détérioration un peu persistante. Le discours, on va le faire tout à l'heure. Au niveau du compte courant, mais évidemment, ça pèsera sur la croissance à long terme, sur l'emploi à long terme, etc. In de volgende slide zal ik heel kort stil, de volgende slide, sorry, zal ik heel kort stilstaan bij de arbeidsmarkt. Eigenlijk heel snel om jullie te vertellen dat we daar een heel grote weerbaarheid en veerkracht zien. Misschien beginnen met de onderste grafiek aan de rechterkant, dat is de vacature ratio. Die is historisch hoog in België, is nog nooit zo hoog geweest en die blijft meer dan twee keer of ongeveer twee keer zo hoog als in de rest van het eurogebied. Dus er is een enorme spanning op de arbeidsmarkt wat zich uit in het feit dat ondernemingen moeilijk mensen vinden, ik heb het daarnet al gezegd, om de productie te verhogen. Nu zien we een aantal indicatoren dat de aanwervingen waarschijnlijk zullen vertragen, onder andere uit onze eigen enquêtes die u daar aan de linkerkant ziet. Dat zijn de verwachtingen in termen van werkgelegenheid. Maar we zien geen alarmsignalen. Gewoonlijk is bijvoorbeeld interim arbeid of tijdelijke arbeid is een beetje de kanarie in de koolmijn, zoals dat men noemt. Als er problemen zijn op de arbeidsmarkt, dan ziet men dat meestal eerst daar. Wel nu, er is een kleine verzwakking te zien, maar u ziet dat daar geen sprake is van enige instorting of zo. Dus onze hypothese, en vous voyez les projections sur les slides, notre projection, pardon, pas, niet onze hypothese, est la suivante. Donc, vous voyez qu'il y a une claire décélération au niveau de la création d'emplois dans le graphique de gauche.
avec même un ou deux trimestres de croissance négative, mais ce sera très vite suivi par un rebond au niveau de la création d'emplois. Ça donne un taux de chômage qui reste relativement stable, il y a un peu de volatilité d'année en année, mais stable à un niveau qui est très bas pour la Belgique, peut-être très bas pour le reste de l'Union européenne ou de la zone euro, mais pour la Belgique, c'est des chiffres historiquement. Le taux d'emploi augmente, mais reste, comme vous voyez, très loin, éloigné de l'objectif de 80%. Dan kom ik tot de million dollar question misschien van de inflatie. Wanneer gaat die dalen? Ik kan niet op alles in detail ingaan. Ik kan u misschien enkel zeggen dat wat u daar op de grafiek ziet, zijn de puzzelstukjes waar we mee moeten werken. Dus onder andere weer de futures van de energie. Er is geen enkele garantie dat die deze keer juister zullen zijn dan de vorige keren. Al is er nu toch blijkbaar een zekere stabiliteit teruggekeerd op de gasmarkten. Maar u ziet opnieuw dat eerst wat gaat stijgen. We zitten trouwens een klein beetje al onder het huidige niveau, maar dan opnieuw gaat dalen. Dus dat zijn de elementen waar we mee moeten werken. De stijging van de rente moeten we in rekening brengen en ook de inflatieverwachtingen. Er zijn verschillende manieren om inflatieverwachtingen te gaan schatten of te gaan afleiden. Kan dat afleiden van de financiële markten of uit enquêtes. Long story short, het lijkt erop dat er geen duurzame ontwrichting van de inflatieverwachtingen is. Dus je vindt geen cijfers die zeggen dat ondernemingen of professionals of financiële markten dat die binnen 3 jaar verwachten dat de inflatie nog altijd 5% of zo zou zijn. Dus dat blijft allemaal relatief dicht tegen doelstellingen liever van de ECB. Alors, vous voyez ici sur le slide suivant donc l'estimation pour l'inflation totale. Je peux être très court pour ce slide en fait. Donc, on a eu une première diminution en novembre qui était uniquement liée au prix énergétique. Et en fait, c'est le mécanisme d'indexation qui joue là. Il y a des contrats qui sont indexés tous les mois, il y a des contrats qui sont indexés tous les trimestre, donc tous les 3 mois. Et donc, on pense qu'avec les taux ou avec les prix de gaz sur les marchés internationaux actuels, la baisse va continuer, surtout en janvier, où on descendra de nouveau sous la barre de 10%. Et donc, graduellement, la contribution positive de l'inflation énergétique sur les flûtes grises va graduellement disparaître. J'insiste sur le fait que vous voyez une baisse uniquement parce que l'inflation énergétique diminue. Donc, tous les autres, les prix des autres produits, donc notamment la nourriture, mais aussi donc ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, the core inflation, donc des biens et des services, dans nos projections, augmentera encore jusqu'à mi-2023. En het is die core inflatie of die onderliggende inflatie. Ja, sorry, ik heb niet stilgestaan bij de jaarcijfers, maar u kan ze nalezen op de slide uiteraard. Maar ik wil nog even heel kort stilstaan bij de onderliggende inflatie. Dat zijn de blauwe blokjes daar, dus de lichtblauwe blokjes zijn diensten en daarboven vindt u de inflatie van de goederen, de niet-energetische industriële goederen. Dus daar ziet u dat eigenlijk nog verder blijft stijgen en boven de 5% blijft, wat meer dan 3 keer het normale niveau is van de onderliggende inflatie. Dat is ongeveer 1,5% gemiddeld in België in de afgelopen decennia. En dat blijft eigenlijk heel hoog, van ondraaglijk hoog bijna, tot midden 2023. Waarom is dat? Omdat de vicegouverneur u daarnet heeft gezegd dat we sterke prijsdalingen zien van grondstoffen, inputmaterialen, ook dingen als vervoerskosten enzovoort, maar dus ook de gasprijzen die sterk zijn afgenomen in vergelijking met de piek in september of eind augustus. Waarom denken we dan toch nog dat die prijsdruk zeker nog 6 à 7 maanden eigenlijk gaat aanzwellen of minstens of de onderliggende prijsdruk heel hoog gaat blijven? Wel,
Dat heeft te maken met de vertraging en de doorrekening van de kosten naar de prijzen. Dus het is niet zo dat alles onmiddellijk wordt doorgerekend, of dat alles volledig wordt doorgerekend naar de prijzen, maar er zit nog wel wat kostendruk, zoals men dat dan mooi zegt, in de pipeline. Om te beginnen heb je natuurlijk de indexering, waar ik daarnet heb gezegd, er moet nog heel wat komen begin januari bijvoorbeeld 2023. Voor gezinnen is dat natuurlijk goed nieuws. Voor ondernemingen die die factuur moeten betalen, is dat minder goed nieuws. En twee, we hebben ook wel wat aanwijzingen dat nog niet alle energiecontracten van de ondernemingen de nieuwe prijzen weerspiegelen. Er zijn ondernemingen die met jaarlijkse, tweejaarlijkse contracten werken of die via hedgingformules werken. En die zullen hun contracten moeten hernieuwen in de loop van 2023. Nu, de gasprijzen mogen dan wel gedaald zijn, maar dat kan nog altijd meer zijn dan wat ze bijvoorbeeld 2 jaar geleden hebben betaald. Dus er zit nog altijd heel wat kostendruk, denk ik, die nog niet helemaal in de eindverkoopprijzen is gekomen. Dus daar zien we dat de onderliggende inflatie dus geleidelijk aan tot iets minder dan 2% gaat dalen in 2025. Dus dat duurt eigenlijk relatief lang. En ik herhaal dat 2% eigenlijk nog altijd groter is dan het lange termijn gemiddelde van 1,5%. Dus je hebt de indruk, als je naar onze inflatieprojecties kijkt, dat dat tamelijk snel daalt. En dat is ook zo, maar dat is vooral door de bijdrage van de energieinflatie. En dat is uiteraard heel conditioneel aan wat de prijzen op de internationale markten doen. Op de volgende slide ziet u dan, als ik het goed heb. Ah nee, dus sorry. Donc ce slide, simplement pour vous montrer qu'effectivement, on a dû une fois de plus revoir à la hausse headline inflation et l'inflation sous-jacente. Simplement parce que le prix de gaz, le pic qu'on a eu en été, évidemment, n'a pas été prévu par les marchés en juin. Donc là, on a été désagréablement surpris par le développement au niveau des prix du gaz. Et en Belgique, quand on se trompe dans la headline inflation, on se trompe en fait aussi dans le core inflation parce que à cause du mécanisme de l'indexation, un peu plus d'inflation au niveau des prix énergétiques, par exemple, se traduit très vite en augmentation des coûts salariaux et donc augmentation de l'inflation sous-jacente. Ik rond stil aan mijn verhaal af, gewoon om u te zeggen dat een heel belangrijk cijfer, natuurlijk, ik vind dat een vreselijk woord, maar het heet officieel de loonhandicap of de loongap met betrekking tot de buurlanden. De officiële berekening daarvan berust, zoals u weet, bij de Centrale Raad voor Bedrijfsleven en we willen op geen enkele manier hun analyses anticiperen, maar op basis van wat wij zien, dus zowel in onze ramingen als in de ramingen van mijn collega's van de Bundesbank, Banque de France en de Nederlandse Bank, zien we dat er een relatief grote gap ontstaat in 2022 en 2023. En ik zou zeggen, dat zijn jaren waar we wat betere kijk op hebben dan 2024 en 2025. En dat is volgens onze berekeningen tussen de 5 en 6 procent. Dus een verlies aan concurrentiekracht van 5,6 procent. Dat wordt ten dele goed gemaakt, maar u ziet maar heel gedeeltelijk in de jaren 24 en 25, omdat, zoals ik daarnet zei, dat de jaren zijn waarvan we denken of hopen dat de lonen in de buurlanden iets sneller gaan groeien. Laatste slide, denk ik, wat mij betreft. De reden waarom de inflatie, ondanks die fenomenale opstoot van de loonkosten, niet nog hoger oploopt of niet nog langer hoog blijft, heeft te maken met de bufferfunctie van de winstmarges. En u ziet dat hier op de slide. De vicegouverneur zal u straks nog even wat methodischer uitleggen, maar u ziet eigenlijk al op de slide dat een soort communicerende vaten zijn. Dus als de uurloonkosten of de unit labor costs in deze grafiek heel sterk stijgen, dan vertragen de winstmarges of dan dalen de winstmarges en vice versa. Dus dat zijn een beetje communicerende vaten. En dat zorgt ervoor dat tenminste in normale tijden, dat onderliggende inflatie relatief stabieler blijft. Nu gaan wij ervan uit, ook al omdat de winstmarges op een historisch hoog niveau liggen, dat daar dus wel wat marge, enfin, wat slack op zit, zal ik maar zeggen,
om een deel van die kostendruk, zij het van loonkosten, zij het van energiekosten of van andere kosten, op te vangen door een afname van de winstmarges, zoals eigenlijk altijd is gebeurd, opnieuw onder normale omstandigheden in België. Dus je ziet daar hoe de winstmarges in de grafiek rechts bij ons zullen evolueren. Wat ik daarnet zei, we hebben echt alles uit de kast gehaald om die hypothese een beetje te challengen. En daarover gaat de vice-gouverneur nu spreken. Dank u wel. Ja, maar gelet op het gevorderde uur ga ik niet zeer lang blijven stilstaan bij de twee volgende slides die eigenlijk niks anders doen in de fond que compléter l'analyse que Geert vient de faire. On suppose, et on suppose peut-être un peu trop automatiquement, que le jeu entre les marges bénéficiaires des entreprises et les coûts salariaux, que c'est des vases communicants. We gaan er misschien iets te gemakkelijk van uit dat bij hoge loonkosten dat de reactie van de ondernemingen erin bestaat om hun winstmarges een klein beetje aan te passen, waardoor in het omgekeerde geval, wanneer de lonen op een wat bescheiden niveau stijgen, dat er dan automatisch wat meer winst wordt gepakt. Die twee hebben dus een zichzelf stabiliserend effect. Als dat niet uitkomt, en dat is in de volgende slide te zien, als dat niet uitkomt, dan heb je natuurlijk een what-if scenario waarin je zegt van stel nu eens een keer dat ondanks het feit dat de loonkosten bijzonder sterk toenemen, en België is nu een keer een land met automatische indexering waar je bijna de garantie hebt dat de second round effect, dat het, de impact van de inflatie op de lonen bijna automatisch verloopt. Stel nu eens dat die situatie gecombineerd wordt met ondernemingen die toch koppig of succesvol erin slagen om hun winstmarges nog voldoende hoog te houden en niet te doen datgene wat twee slides geleden werd verteld door Geert toen hij die dalende margevoet becommentarieerde in de komende jaren. Stel dat dat niet gebeurt. Ja, het resultaat daarvan is heel eenvoudig. Een inflatie die veel koppiger is. Op dat ogenblik blijft het prijsniveau in de volledige economie veel sterker aanwezig. Je ziet dat in de slide die links staat met het fameuze gele stippenlijntje. En je ziet dat er inderdaad nog altijd wel een bepaalde daling van de inflatie gebeurt, maar dat die niet zo sterk is als datgene wat in de veronderstellingen van het eurosysteem vandaag worden gehanteerd. Er is daarboven zelfs nog een tweede slecht nieuws dat zich zou kunnen manifesteren, namelijk gasprijzen die niet zo netjes dalen zoals men hoopt en verwacht. Ja, en dan heb je natuurlijk de combinatie van de twee die een bijzonder veel koppiger inflatie zou tonen. Met als potentieel risico natuurlijk ook dat op zeker ogenblik de inflatieverwachtingen van de actoren in de economie beginnen ontankerd te worden. Dat men met andere woorden binnen de economie zelf actoren heeft die veronderstellen dat die inflatie veel langer zal blijven. En dat heeft in het systeem van verwachtingen een bijkomende positieve druk, een druk à la hausse op de inflatie tot gevolg. En dan zitten we echt met een koppig beest dat niet zo gemakkelijk terug in de stal te duwen is. Dat is eigenlijk de betekenis van die twee extra slides. Je veux maintenant passer à une partie des messages qui malheureusement n'est pas trop agréable à entendre. Parce que nous avons cette fois-ci trouvé que la détérioration forte des termes d'échange, il est quand même important de jeter un œil aussi dans ces projections fin de l'année, de jeter un œil sur le compte courant. En als je kijkt naar de lopende rekening, dan stel je vast dat daar eigenlijk iets bijzonder negatiefs aan de hand is, waarbij je vaststelt dat we in 2023 onze lopende rekening, dus eigenlijk onze relaties met de rest van de wereld, in het negatief zien gaan, in het rood zien gaan, en dat ten belopen van ongeveer 5%. U ziet dat de echte boosdoener daar het blauwe balkje is, het saldo van de export en import van de goederen en de diensten. En dat is natuurlijk erg sterk gelieerd aan een aantal factoren waarvan u de meeste kent. Dus de stijgende energieprijzen, dat is het eerste dat in de geest komt. Ongetwijfeld toch ook wel een beetje een effect van de wisselkoers.
de prijzen van voedsel die ook gestegen zijn en in het algemeen gesproken ook een verlies aan competitiviteit dat daarnet ook is toegelicht geweest. Nu, wat is het vervelende? Dat is dat zelfs met projecties waarin dat wij veronderstellen dat die gasprijzen bijvoorbeeld langzaamaan wat gaan minder acuut hoog blijven, dat zelfs dan, ook in het jaar 2025, u vaststelt dat we dan toch nog altijd zwaar in het negatief gaan. En dus de problematiek van de lopende rekening, die toch ongetwijfeld ook gelinkt is aan onze concurrentiekracht en de concurrentiekracht van onze bedrijven, die ziet er op dit ogenblik vrij somber uit. Nu spreken economisten dikwijls over twin deficits. En ik heb inderdaad nog een tweede deficit te melden, want naast dat verlies op de lopende rekening kunnen we niet anders dan vaststellen dat de afgelopen jaren de overheidsfinanciën bijzonder sterk onder druk heeft gezet. En dus de Nationale Bank heeft regelmatig commentaar gegeven bij de manier waarop bijvoorbeeld de COVID-crisis is aangepakt. Ik denk dat alle overheden op een juiste manier ingegrepen hebben om het vertrouwen van het publiek en het vertrouwen van de ondernemingen te kunnen beschermen. Maar het resultaat daarvan is natuurlijk wel dat een groot deel van de inspanningen opgepikt is geworden door een beroep te doen op overheidsschuld en dat we in een situatie zitten waarin het begrotingstekort bijzonder hoog is. Nu, een deel van dat tekort, dingen die te maken hebben met tijdelijke maatregelen, deze keer bijvoorbeeld ook de aanpak van de energiecrisis, die zullen uiteraard wel verdwijnen. Maar wat u in het bijzonder moet bekommeren, dat is de vaststelling dat ondanks het feit dat die tijdelijke maatregelen terecht in de projecties worden voorzien als zijnde uitlopend, aflopend, dat toch nog altijd het tekort om en nabij de 4,9%, dus om en nabij de 5% zit, wat structureel uiteraard veel te hoog is. De Nationale Bank heeft daar natuurlijk een beetje het gevoel van dat ze elke 6 maanden hetzelfde moet vertellen. En er is ook geen aanleiding of geen reden om nu meteen over een soort kanteling te spreken die het vertrouwen moet doen verliezen. De structuur van de overheidsschuld met een duratie van die schuld die relatief lang is gemaakt geworden de laatste jaren, zorgt ervoor dat een eventuele toename van de interestvoeten niet onmiddellijk tot acute resultaten of acute problemen moet leiden. Mais de façon plus long terme ou moyen terme, il est clair que structurellement, un déficit de 4,9% n'est pas du tout soutenable. Vous le voyez à droite quand vous regardez ce qui se passe au niveau du taux d'endettement. Taux d'endettement qui connaît encore une diminution, mais ça essentiellement grâce notamment à cette inflation qui, bien sûr, augmente le chiffre du dénominateur, c'est-à-dire du PIB, et qui donc, de façon mathématique, permet d'avoir un taux d'endettement légèrement moins important que les années passées. Ceci, avec une inflation qui, à un moment donné, est destinée à disparaître, ou en tout cas à se retrouver dans des zones plus acceptables, de style 2%, se traduit inévitablement en un taux d'endettement qui est bien trop important pour pouvoir affronter des crises ultérieures. Ce qui implique qu'il faut impérativement prendre des mesures. Misschien nog even in de volgende slide aangeven dat het niet een kwestie is van ontvangsten, maar eerst en vooral van toenemende uitgaven. Dus u ziet aan de linkse kant dat uitgedrukt in een percentage van het PIB dat de overheidsuitgaven een vrij stevige toename hebben gekend, orde van grootte 4,3%. En die worden maar gedeeltelijk gecompenseerd door een toename van de ontvangsten, een toename van 1,4% als we de laatste 4-5 jaar bekijken. En dit tegenover trouwens een achtergrond van overheidsontvangsten die in een percent van het bruto nationaal product in de feiten eigenlijk aan de bijzonder hoge kant is. We kunnen niet anders dan vaststellen dat België daarmee bij de slechtsten van de klas zit in het Europese peloton. Op de volgende slide ziet u eigenlijk nog eens, en ik ga hier niet te veel bij stilstaan, een soort van totale map van datgene wat wij hier te vertellen hebben gehad.
Het is altijd de kans om nog eens opnieuw, maar we hebben dat misschien al 6 keer gezegd, Geert en ik, te erkennen dat er toch vrij veel meer onzekerheid met deze ramingen gepaard gaat dan wat wij gebruikelijk moeten melden. Maar dat er toch inderdaad een combinatie is van aan de ene kant een reële groei, waarvan wij het gevoel hebben dat zij in vergelijking met het pessimisme dat in sommige middens heerst, alles tezamen toch nog voldoende aanleiding zou moeten geven tot een zeker vertrouwen, namelijk de idee dat we weliswaar een kleine vertraging hebben nu, maar dat die eerder tijdelijk van aard is en niet zeer diep. Veel meer zorgen over wat de toekomst brengt wanneer het gaat over de inflatie, waarbij we zeggen als de gunstige kijk die uiteindelijk wel doorcijpelt in een model dat zegt van die inflatie zal op een relatief middellange termijn dalen, ook onder andere door de ingrepen die de ECB genomen heeft en zich verder nog voorneemt te nemen. Als die inflatie doet wat nu voorspeld is, oké, maar de Nationale Bank blijft waarschuwen voor de mogelijkheid dat misschien iets te positief ingeschat is. Met een werkgelegenheid en een arbeidsmarkt waarvan je kunt zeggen dat die eigenlijk door de vacaturegraad nog altijd als een relatief sterke component mag worden beschouwd. Ook al ben ik toch geneigd om tegelijkertijd te zeggen dat de hoge inactiviteitsgraad van de Belgische inwoners vandaag ook wel een rem op de groei zet. Je kunt wel blij zijn met het feit dat het werkloosheidscijfer niet bijzonder stijgt, maar dat is zonder te rekenen het feit dat heel wat personen zich niet eens op de arbeidsmarkt aandienen omdat ze inactief zijn. Als we daar iets zouden kunnen aan doen, dan zou de rem op de groei zeker wat minder zijn. En dus dat verwijst natuurlijk meteen naar de noodzaak om ook naar structurele hervormingen te gaan, samen met de begrotingscijfers en de overheidsfinanciën die ongetwijfeld in de komende jaren nog meer aandacht gaan vergen. Voilà, ik denk dat er een laatste slide is die een beetje probeert op een rij te zetten wat ik hier net heb zitten zeggen. Ik denk dat datgene wat we te vertellen hebben over het zogenaamde twin deficit misschien toch wel de boodschap mag zijn die het meest nog moet resoneren. Er is met betrekking tot de huidige situatie toch echt ook wel een oproep nodig om duidelijk te maken dat we zowel de cijfers die te maken hebben met onze lopende rekening en die dus onverbrekelijk verbonden zijn met onze competitiviteit als Belgische economie en de situatie van onze overheidsfinanciën. Er is echt wat dat betreft structureel ingrijpen nodig. Geen reden om op de paniekbel te gaan kloppen. Men heeft uiteraard altijd de tijd om verstandige dingen te doen. Het is nooit slim om heel snel domme dingen te doen. Maar er is wel degelijk nood aan een aantal hervormingen en een aantal inzichten die maken dat de groei van het overheidstekort niet meer dezelfde richting uitgaat als deze die we jammer genoeg in deze projecties moeten aangeven. Voilà. Il est déjà 2h10. On n'a pas été capable de rester dans un timing un peu acceptable, mais il nous reste quand même encore un peu de temps pour des Q&A. Dank u wel, vice-gouverneur Van Akkeren. Dank u wel, Geert Langenus van de studiedienst van de bank. On a reçu quelques questions et je partage la question avec vous. On commence avec une question concernant, comment je dois dire ça, une dualité. D'un côté, on est confronté, vous avez dit que l'indexation des salaires a plus ou moins sauvé le pouvoir d'achat des citoyens. Mais que ça a un impact très négatif, cette indexation de salaire, sur notre position de compétitivité de nos entreprises vis-à-vis de l'étranger. Quel est maintenant pour vous le plus important? D'un côté, soutenir les citoyens ou bien soutenir les entreprises? Quelle est votre réponse à cette question? Ja, dat is een politieke vraag. Dus ik ga er ook een antwoord op geven. Vanuit de kant van de Nationale Bank trachten wij in vraagstukken die te maken hebben met de herverdeling vooral
juist op een documentaire manier aan te geven voor de beleidsvoerders wat de resultaten zijn van een aantal keuzes. Maar als Nationale Bank moeten wij natuurlijk wel waarschuwen voor situaties waarin de keuzes die gemaakt worden in de rest van de eurozone, wanneer die gevoelig afwijken van de keuzes die gemaakt worden in België, dan hebben die per definitie een impact op de leefbaarheid van onze ondernemingen. Nu, wanneer we zouden zitten in een veronderstelling dat bijvoorbeeld de Duitse werknemers, de Franse werknemers, de Nederlandse werknemers allemaal op een heel robuuste manier zeggen: deze inflatie heeft ons overvallen, die is niet onze schuld, wij wensen onze lonen toch aangepast te zien om compleet geïndemniseerd te worden voor die stijging van die kostprijs. Ziet de situatie er heel anders uit, omdat men dan de facto een soort van automatische indexering zou realiseren zonder de wetgeving ervoor te hebben voorzien in de andere landen. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que cette demande au niveau salarial ne se présente pas de la même façon dans les pays voisins avec lesquels nous sommes inévitablement aussi en compétition. Et il nous est absolument, c'est un devoir de pointer le doigt sur le fait que si on fait une indemnisation à 100%, cela a un impact inévitable sur la compétitivité et à long terme aussi sur les capacités de notre économie de pouvoir continuer à prendre en charge le bien-être des ménages et des entreprises. Et donc, il s'agit bien sûr d'un jeu d'équilibre pour lequel le rôle de la Banque nationale est surtout de documenter la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Wat wij vandaag moeten vaststellen, dat is dat ondanks het feit dat blijkbaar volgens de conjunctuur en de vertrouwensbarometers ook de Belgische gezinnen het gevoel hebben dat ze een hele zware crisis doormaken, dat dat niet 100% beantwoord aan de realiteit, of toch niet op dezelfde manier beantwoord aan de realiteit als sommige gezinnen in andere Europese landen misschien het recht hebben om te vinden. Nogmaals, dit soort van cijfers en altijd gemiddelden geven niet voldoende aan dat er categorieën kunnen zijn binnen de bevolking die zwaarder afzien dan, laten we zeggen, het gemiddelde. Wij stellen vast dat voor wat men dan zou kunnen noemen de lagere middenklasse dit heel moeilijke tijden zijn, ook in België. Maar wij kunnen niet anders dan blijven afficheren de werkelijkheid die we zien uit de cijfers, namelijk dat globaal genomen de bescherming van de koopkracht van de Belgische gezinnen vrij stevig is. Nu, ik kom terug op iets wat we 6 maanden geleden ook al eens een keer gezegd hebben. De externe schok is er één van collectieve verarming voor het geheel van de Belgische economie. En er zijn daar geen honderden oplossingen voor. Ofwel wordt die verarming netjes verdeeld over de verschillende sectoren, zeg maar de gezinnen, de bedrijven, de overheid. Maar je kunt zeggen dat de overheid, dat is dan dikwijls de belastingen van morgen of datgene wat morgen minder uitkeringen betekent. Maar die verdeling moet er ergens komen. En vandaag lijkt het erop dat de gezinnen deze crisis, alles tezamen, statistisch gesproken vrij goed zijn doorgekomen dankzij de automatische stabilisatoren. De Nationale Bank heeft daar geen bijzonder moreel oordeel over. Ze kan alleen maar niet anders dan wijzen op het feit dat deze keuze, in vergelijking met datgene wat de buurlanden hebben gedaan, een bepaalde druk op de competitiviteit kan zetten. En met andere woorden ook iets minder duurzaam zou kunnen blijken in de toekomst. Er is een opmerking van iemand die stelt dat de nog steeds lage werkloosheidscijfers die wij rapporteren en die we ook in het vooruitzicht stellen, dat die waarschijnlijk geflatteerd zijn door het steeds toenemend effect van de demografische evolutie met nette ontvolking in globo en zeker onder de werkende bevolking. Deelden jullie die mening? Heel snel daar een woord over. Ik denk iedereen die wil een stukje nuance aanbrengen bij de arbeidsmarkt door te zeggen je moet niet alleen naar dat werkloosheidscijfer kijken, daar geef ik 100% gelijk aan. Omdat de werkloosheidscijfers geven u alleen maar aan diegenen die wensen te werken, die met andere woorden niet, ik zeg maar wat, in de situatie zitten waarin ze door ziekte uit de arbeidsmarkt zijn gestoten of doordat ze niet eens bereid zijn om zich aan te bieden. Die personen kunnen niet werkloos zijn, met andere woorden. En dus ik geloof persoonlijk dat de inactiviteit, en dat heeft ook te maken met die demografische componenten waar de vraagsteller over spreekt, die inactiviteit is voor onze economie
van groter belang dan het pure werkloosheidscijfer. Cela n'empêche qu'au niveau du taux de chômage, nous vivons des temps qui sont encore tout à fait bénins. Iemand heeft een beetje meer technische vraag, namelijk wat is de definitie die wij als Nationale Bank hanteren wat betreft recessie? Is dat enkel negatieve groei tijdens een aantal kwartalen of is dat negatieve groei en sterk stijgende werkloosheidsgraad? Kunnen jullie dat uitleggen? Ja, technisch gesproken spreken we van een technische recessie zo gauw twee opeenvolgende kwartalen een negatieve groei kennen. Het mag ook min 0,1 zijn, hè? Ja, dan een vraag die ook gerezen is, is een vraag in het Frans. Regardez la variation moyenne du pouvoir d'achat, est-il suffisant pour en inférer un scénario en matière de consommation privée si la variation moyenne cache une grande dispersion au détriment de ceux qui ont une propension à consommer plus grande? Oui, c'est très intéressant. Je vais te demander à Geert d'en dire quelques mots, mais cet aspect de l'hétérogénéité est très important. Peut-être que je vais mentionner qui pose la question, c'est Étienne de Calataille, quelqu'un assez connu. Bonjour Étienne. Bonjour Étienne. Oui, évidemment, l'hétérogénéité est un phénomène très important, non seulement d'ailleurs pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Donc, tout ce qu'on a dit au niveau de marge bénéficiaire, par exemple, ça vaut pour la moyenne, le million des entreprises, mais pas nécessairement pour chaque secteur ou pour chaque entreprise. On est relativement confiant, disons, qu'effectivement, si on regarde la moyenne, on a quand même une très bonne vue sur l'évolution de la consommation. Mais ceci dit, pour décrire l'économie de façon plus large, il faut en théorie tenir compte de l'hétérogénéité. On le fait trop peu dans nos projections, parce que voilà, c'est comme ça. On a un ménage, une entreprise dans le modèle économique, comme tu sais. Mais dans d'autres produits, on essaye, notamment le rapport annuel qui va sortir, mais aussi beaucoup d'analyses ad hoc, par exemple une étude micro sur les différents secteurs, sensibilité au niveau des prix énergétiques. On essaye effectivement de bien insister sur l'hétérogénéité des entreprises, mais aussi donc des ménages. Ceci dit, je ne pense pas que ça joue un rôle prépondérant pour le futur immédiat. Ja. Een technische vraag ook een beetje rond onze inflatieverwachtingen. Houden wij in die inflatieverwachtingen al rekening met de stijgende kosten ten gevolge van bijvoorbeeld het Fit for 55 pakket van de Europese Commissie, de CO2-maatregelen die op komst zijn, de hogere uitgaven, militaire uitgaven naar aanleiding van de oorlog met Oekraïne en dergelijke, Geert Langenus. Hoe zit dat juist? Ja, dus daar hebben we een heel duidelijke richtlijn, niet alleen voor ons trouwens, maar voor alle deelnemende instellingen aan deze ramingen. Dus een maatregel moet effectief genomen zijn of moet in voldoende groot detail beschreven zijn en het moet waarschijnlijk zijn dat het door het parlement gaat geraken, vooraleer we dat kunnen opnemen. Dus om een voorbeeld dichter bij huis te nemen, ik weet dat er heel wat te doen is geweest rond bijvoorbeeld de vraag of de btw-verlaging die er nu is, op gas en elektriciteit zou verlengd worden. Wel, dat is momenteel nog niet helemaal 100% beslist. Dus dat soort dingen nemen we niet op. Ook zaken die er inderdaad zitten aan te komen. Het lijkt duidelijk dat koolstofuitstoot bijvoorbeeld meer en meer belast gaat worden in de toekomst. Maar we maken daar geen hypothesen over. Dus het moet echt heel duidelijk beslist zijn, heel duidelijk beschreven zijn, ook in termen van gradualiteit en zo, vooraleer we het kunnen opnemen. Nu, om heel precies te antwoorden op de vraag, de Fit for 55 en zo, en de CO2-prijs, momenteel, behalve de bepaalde automatische effecten van dingen die wat in prijs zullen toenemen, zit daar nog heel weinig van in onze ramingen, precies om die reden. Ja, dank u wel. Iemand stelt een vraag rond het ECB-monetair beleid. Dat is normaal een privilege van de gouverneur om er veel over te spreken, maar ik ga ze toch stellen omdat het misschien wel een interessante vraag is. De ECB heeft de afgelopen jaren massaal obligaties opgekocht hè, om de economie te ondersteunen en de inflatie aan te zwengelen. Dat programma, dat aankoopprogramma, dat is nu stopgezet.
Wat zal er nu gebeuren als die obligaties op vervaldag komen? Als deze geldhoeveelheid wordt verminderd, is dat dan niet een risico dat de inflatie te hoog zal blijven, vraagt iemand zich af. Zien wij dat als een risico? Ja, Geert, ik weet niet of je je geroepen voelt om veel commentaar te geven. Eigenlijk beschouwt men de rente als het eerste instrument. Dus lange tijd, wanneer men in een situatie zat waarin men de zogenaamd botste tegen de lower effective bound, heeft men op zeker ogenblik als een soort complementair instrument dat niet-conventionele aankopen van papier mee geïntroduceerd. Dat is een feit. De bedoeling is eigenlijk om het gevecht tegen de inflatie nu toch vooral te doen op het niveau van het gebruik van het rente-instrument. En dat gaat gepaard, die normalisatie, dat gaat gepaard met het geleidelijk afwikkelen van datgene wat in het APP-programma lange tijd is gebeurd. Ik weet dat daar heel veel commentaren, heel veel kritieken, heel veel overwegingen over kunnen ten beste worden gegeven. Ik vind ook wel dat daarin de communicatie best overgelaten wordt aan onze gouverneur. In ieder geval, wat je op het documentaire niveau kunt vertellen, is dat de ECB zich uiteraard bewust is van het effect dat de markt, wanneer ze dat papier terug moet zien verschijnen en dat moet absorberen, dat men zich bewust is van het feit dat dat ook een bepaald effect zal hebben. En dat men met andere woorden daarin een soort geleidelijkheid wil hanteren om de markten niet te doen schrikken of niet te doen in een of ander cliff effect zetten. Maar dat is een uitdaging voor de komende jaren om te zorgen dat men daar geleidelijk in een situatie komt van kleinere balansen voor de centrale banken door inderdaad het omkeren van het beleid dat bijzonder lang is gevoerd geweest. Ja. Geert, heb je daar iets aan toe te voegen misschien? Misschien enkel nog verwijzen, Steven, naar de beslissing die eigenlijk in de laatste Governing Council is genomen, waar men eigenlijk al een eerste stap heeft aangekondigd onder jouw controle, want je was er. Ja, dat is vanaf maart dat men van plan is. Ja, men heeft niet willen vanaf 1 april doen, omdat ik denk dat men grappen wilde vermijden. Men heeft dus gezegd vanaf maart zullen wij aan een tempo van pakweg 15 miljard papier dat op vervaldag komt, niet langer herinvesteren. En de bedoeling is, en dat stemt ongeveer overeen met een kleine helft van het papier dat op dat ogenblik op vervaldag gaat komen. En de bedoeling is eigenlijk om te kijken hoe de markt dat kan absorberen. Ja, nog een vraag in verband toch met monetair beleid. Iemand verwijt ons dat we een beetje rechter en partij zijn. Door de toegenomen rente brengen we daardoor niet de openbare financiën in problemen en zouden we niet beter die rentevoet terug naar beneden halen? Want met die huidige rentevoeten gaan we een rentesneeuwbal effect creëren, waardoor de begrotingen van de landen in de eurozone en zeker in België nog meer zullen ontsporen. Ja, ik begrijp iedereen die bang is voor een overdreven hoge rente en ik begrijp ook wel dat dat impact heeft, zowel voor de overheden als voor de gezinnen als voor de bedrijven. Een hogere rente heeft een afkoelend effect, ik ben de eerste om dat te beseffen en ik begrijp dus dat mensen willen waarschuwen voor een nutteloos overdreven hoge rente, als dat al. Hè. Maar ik wil gewoon tegenover die personen die daarvoor waarschuwen, zeggen dat een waarschuwing voor een galopperende inflatie nog meer op zijn plaats is, omdat in termen van destructieve kracht een inflatie die niet meer onder controle te houden valt, bijzonder veel groter is dan het gevaar van een te hoge rente. Dit gezegd zijnde, wanneer je kijkt naar de reële rente vandaag, die is vandaag nog altijd negatief. En dus men schijnt te denken dat wanneer er een renteverhoging komt, dat aanleiding is om allemaal zijn reddingsvest te gaan aandoen. Maar wie vandaag leent, die leent vandaag aan een negatieve rente, als je kijkt naar de inflatie. En dus ik denk dat het nog te vroeg is om wat dat betreft alle hens aan dek te roepen voor een rente die onacceptabel hoog zou gemaakt worden. Dank u wel. We gaan hier de vragenronde beëindigen en ook het seminarie. Dames en heren, ik wil u van harte bedanken voor jullie deelname. Er is vaak de vraag gesteld of de presentatie ergens kan teruggevonden worden. Ja, zeker. De presentatie die zal zo dadelijk verschijnen op nbb.be, op de website van de bank. Je gaat er ook een heel interessant artikel vinden dat eigenlijk het...
de hele presentatie nog eens goed samenvat en enkele video's die ook een inzicht geven in een aantal van de punten die hier besproken zijn. Donc, on va ici clôturer, terminer notre webinaire. Je vous remercie pour votre attention. On a reçu pas mal de questions des gens qui demandent est-ce qu'on peut encore consulter votre présentation quelque part? Oui, sur notre site mbb.be, notre présentation est disponible. Également, il y a là un article très intéressant sur les projections économiques. Et en plus, il y a quelques petites vidéos qu'on a mis là sur notre site mbb.be, des vidéos qui résument certains points de notre présentation d'aujourd'hui. Ik dank u van harte. Ik wens u alvast een fijne eindejaarstijd toe en tot de volgende keer. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à la prochaine.